Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Wat Eet Je Dan Wel. Vandaag ga ik een van mijn favoriete takeaway maaltijden veganizen. Eerlijk gezegd heb ik dat al een jaar geleden gedaan. Maar ik ga het nu op video doen. Het recept hiervoor staat al bijna een jaar op wateetjedanwel.nl. En ik heb het al zo vaak gemaakt. Alleen heb ik vandaag er drie dingen die ik er anders aan doe dan op wateetjedanwel.nl in het recept staat. En dat ga ik je laten zien. Het is echt super simpel. Het staat binnen 20 minuutjes op tafel. Het is zo lekker. Wat ik er anders aan doe dan op dit moment op wateetjedanwel.nl staat, is dat ik koude rijst gebruik die ik van tevoren heb gekookt. Dit heb ik vanmiddag gekookt en is nu helemaal afgekoeld. En dat is droge rijst. Als je het net gekookt hebt en het is nog warm en je gooit het er dan bij, dan is het minder lekker. Verder gebruik ik geen kokosmelk, omdat laatst was kokosmelk uitverkocht. En dat had ook een reden, dat zal ik ook hieronder linken. Maar toen heb ik uit nood, heb ik toch iets anders gebruikt. Dat werkte eigenlijk gewoon prima. Dus ik dacht, voortaan ga ik gewoon gebruiken welke melk ik in huis heb, plantaardig uiteraard. En deze keer wordt dat amandelmelk. En verder heb ik de tofu. Dit is voor mij echt de allereerste keer dat ik dit probeer. Dus ik weet niet of dit hoe dit uit gaat pakken, maar de tofu heb ik van tevoren ingevroren. En het schijnt dat tofu daardoor lekkerder is. En dat het beter de smaken opneemt. Ik ben er heel benieuwd naar. Ik heb gisteren een blok tofu goed uit laten lekken. Het is in blokjes gesneden. En de blokjes los ingevroren. Dus niet tegen elkaar aan of op elkaar. Maar echt los in een diepvriesbak heb ik dat ingevroren in de diepvries. En die heb ik vandaag de hele dag in de koelkast laten ontdooien. En nu zijn ze zacht. Maar ik merk al dat dit een stuk steviger is dan hoe het was. Dus wat dat betreft is de structuur al helemaal veranderd. En de kleur tijdens het vriezen wordt ook bruin, maar dat is nu alweer redelijk wit geworden. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Ik ga je laten zien hoe je deze maaltijd zelf heel makkelijk kunt maken. Daar gaan we. De hoeveelheid van dit gerecht dat ik ga maken is voor ongeveer 4 tot 6 personen. Je hebt nodig rijst, van tevoren gekookt en afgekoeld. Olie om te bakken. Knoflook, tofu, in blokjes gesneden en eventueel eerst ingevroren en ontdooid. Een courgette, een paprika, een bakje champignons. Sambal oelek, pindakaas, sojasaus en 400 ml plantaardige melk naar keuze. Ik ga beginnen door de courgette in dunne plakjes te snijden. Ik heb de courgette doormidden gesneden en weer vervolgens doormidden. Dus dat je deze stukken krijgt. En die snij ik vervolgens in plakjes. Zodat je dus zulke plakjes krijgt. En dan ga ik de paprika in kleine stukjes snijden. En dan snij ik de champignons in plakjes. En ik haal altijd de kontjes eraf. Ik ga beginnen met de tofu te bakken. Ik gebruik hiervoor een aparte koekenpan. En ik doe een klein beetje olie in de koekenpan. En ook in de wok trouwens. En dan laat ik de pan eerst goed warm worden. En de wok ook. Dan gaan de blokjes tofu als eerste in de koekenpan. Ik ga beginnen door in de olie de knoflook te doen. En dan gaan daar de groenten erbij. En terwijl ik het op hoog vuur een paar minuten laat bakken, ga ik nu de saus maken die door de groenten heen gaat. En ik begin met 4 eetlepels pindakaas. En daar gaan 4 theelepels sambal oelek bij. 4 eetlepels sojasaus. En 400 ml plantaardige melk. En ik ga ze nu goed mengen met een garde. Nou, de tofu die wordt al mooi goudbruin en ik merk met het bakken echt een verschil nu ik het van tevoren heb ingevroren. En dat is echt ten goede. Het spettert minder en het wordt mooier bruin lijkt het wel. Dus ik hou dat van tevoren invriezen er zeker in. De groenten worden al mooi gaar. Ik ga nu de rijst bij de groenten doen. En dan kan de rijst meebakken. En de rijst is dus lekker droog. En dan ga ik nu de saus erbij doen. En dan gaan als laatste de tofublokjes er doorheen. En dat is het. Het is nu al klaar. Tijd om op te scheppen. Nou, dat is die dan. En zoals ik net al zei, ik ga echt de manier van tofu bereiden er echt in houden. Door het eerst in te vriezen, te laten ontdooien en het dan te bereiden. Want het was veel makkelijker om te bakken. Het spetterde niet. En het lijkt wel alsof het krokanter en bruiner is geworden. Ik ben heel benieuwd. De tofu is veel steviger van structuur dan dat ik hem normaal zou bakken uit het pakje, zeg maar. Dus ik raad het echt aan om voortaan de tofu eerst in blokken of in stukjes in te vriezen en dan te bereiden.
Oh, dit is echt weer zo lekker. Nou, ik ga hier verder van genieten. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. En als je het ook gaat maken, laat het me weten. Tag me op social media met de hashtag van wat eet je dan wel, zodat ik het kan zien. Ik vond het erg leuk om weer te maken deze video. En ik hoop je gauw weer te zien bij een volgende. Doei!